feel alive. Ooh, that man is like a flame. And ooh, that man plays me like a game. My only sin is I can win. Ooh, I wanna love that man. Bloemen maken blij. Maar lievelingsbloemen zijn extra speciaal en persoonlijk. Om te ontdekken wat de lievelingsbloem van mensen is, gingen flowerboys met hele mooie bloemen het land in. Met de vraag, wat is uw lievelingsbloem? Als ik van alle bloemen mag kiezen, zou ik voor een roos gaan. Zoals je kunt zien, mooie lelies, daar hou ik van. Ik ga voor een zonnebloem. En Daphne Dekkers houdt van lelies. Hele mooie grote roos. Mijn lievelingsbloem is tulp. Is een zonnebloem. Mijn lievelingsbloem is de tulp en een kala. Aan een lievelingsbloem zit vaak ook een mooie herinnering. Ik kan mij niet anders herinneren dan dat al mijn verjaardagsfeestjes plaatsvonden in een tuin vol bloeiende rode rozen. Of ze hebben een bijzondere betekenis voor mensen. De rozen die staan toch eigenlijk wel voor de liefde. Nou, lelie staat volgens mij voor jeugdigheid en ik hoop dat ik altijd jong blijf. Ben je benieuwd wat de meest genoemde lievelingsbloem van Nederland is? Let dan eventjes op. Op nummer 3, de lelie. Oeh, die is mooi. Op nummer 2, de tulp. Hier word ik erg vrolijk van. En op nummer 1, de roos. Ja, een echte lieverd. Lievelingsbloem. Wil jij ook op zoek gaan naar jouw lievelingsbloem? De Flowerboys wijzen je de weg. Kijk snel op www.mooiwatbloemendoen.nl. Ciao, ciao.